Bent u pas wakker? Ik ben Leo Blankenstein, ik ben algemeen directeur van VAF. Ja, feestelijke dag, 80 jaar zie ik staan. 80 jaar, vandaag op de kop af, 30 april. Opgericht in 1938. En we zijn begonnen aan de Maastraat, de Staart. Wat voor een bedrijf is het? Een technisch bedrijf, we maken meetinstrumenten voor zeegaande scheepvaart. Vandaag, ja, ik zie brokking, ik zie taarten. Dat vraagt, wat is er aan de hand? Nou ja, in het kader van de verjaardag is het idee ontstaan om heel VAF-BAK te organiseren. Het idee was er en later hebben we ons bedacht dat het leuk zou zijn om dat te doen met twee oerdordse bedrijven. Brokking en VAF Instruments. En Brokking vormt de jury. En we gaan het dadelijk allemaal opeten? We gaan met het hele personeel proeven inderdaad. En dan wordt ook de winnaar bekendgemaakt. Gefeliciteerd vast met het bedrijf. Dank u wel. Was het een zware operatie? Het was een zware, maar wel een hele leuke operatie. Ja. En 12 mooie taarten hebben we beoordeeld, mogen beoordelen. Ook al is het maandagochtend 10 uur en heb ik toch een klein beetje ontbeten. Dat hoef ik nu de rest van de dag niet meer te doen. En een beetje alcohol? Een beetje alcohol. En toch stiekem is ook die alcoholtaart hoog geëindigd. Unaniem de beslissingen? Of waren er nog discussies? Unaniem. Ik denk dat het meer overleg was. We zaten redelijk op één lijn en uiteindelijk hebben we daar gewoon een mooie balans kunnen vinden met z'n tweeën. Dus we zijn het met elkaar eens. Kan u heel zachtjes zeggen wie er gewonnen heeft? Nee, dat laat ik echt aan iemand anders over. Dat is uiteindelijk net iets later geworden. Dat hoort natuurlijk bij dat het een hartstikke spannende wedstrijd vast en zeker moet zijn geweest. Ik heb hier heel even om de hoek gekeken terwijl Bob en Rob van Brokking aan het proeven waren. De gelijkenis met hoe het op televisie gaat was striking, zou ik maar zeggen. Dus dat maakt dat het echt voor de spanning fantastisch is. Welkom op het eerste verjaardagsfeest van WAF. Ik zeg eerste omdat we op 16 juni natuurlijk nog wat uitgebreider stil gaan staan bij het feit dat we dit jaar 80 jaar bestaan. Maar nu hebben we gekozen voor vandaag om daar wel aandacht aan te besteden. Want vandaag, exact 80 jaar geleden, is VAF geboren. Een bedrijf wordt in de regel geboren door het in te schrijven in de KVK, bijvoorbeeld in het bedrijvenregister. Dat is op 30 april 1938 gedaan. En dat is vandaag precies 80 jaar geleden. 1938, dan zit je toch te denken, wat was dat voor een jaar? Nou, in zijn algemeen, het is natuurlijk niet zo'n denderend jaar. We zaten 2 jaar voor enkele behoorlijk zwarte bladzijden in de geschiedenis. Maar wat wel grappig is, is dat in 1938 er werd olie gevonden in Saudi-Arabië. Nou, daar hebben ze dan geen windeieren van gelegd. Magriet had de eerste uitgave in 1938. En Italië werd voor het eerst wereldkampioen voetbal. Is 80 jaar oud. Nou, wie is er nog meer 80 jaar oud? Ik laat de conclusie maar aan jullie dan. Aart Staartjes, wie kent hem niet? Kofi Annan ook, die vind ik de jonger uitzien persoonlijk. Maar
En we hebben natuurlijk een exacte match met onze voormalige koningin, Prinses Beatrix. Laten we maar de conclusie trekken dat de vlaggen voor ons uithangen vandaag, maar ik denk dat het een andere reden heeft. Jij hebt een taart gemaakt. En wat stond daar bij als beschrijving? Dit is een zoettaart en de beschrijving bevat gelatine en een klein beetje alcohol. Een klein beetje alcohol. Nou, dan gaan we even verder op een klein beetje alcohol. het is Koningsdag geweest. Nou, wij weten wat we dan in heel Nederland doen ongeveer met z'n allen. Dan drinken we wel een klein biertje. En vervolgens is dat nog eens een keer weekend. En waarschijnlijk zul je dan die flessen misschien ook iets ruimer hebben gehanteerd. Maar dan is het maandagochtend 9 uur. Kom je rauw uit de file, sta je hier, het regent. En dan pak je een taart, er staat een beetje alcohol. Ik denk, dat zal beschaafd zijn. Nou, hij zat er goed in. En dat treft, dat verkoopt. Want jij hebt, kijk, het is niet alleen maar, het is de, kijk, dit was de grap eromheen, hè, van het beetje alcohol. Maar het is een taart met een hele mooie bodem, met een stevige tiramisu crème die niet meteen wegvalt. Hij is heel netjes afgewerkt, met een mooie lint en erbovenop natuurlijk vaf. Absoluut een tweede plek waardig. Gefeliciteerd. Dan weten jullie meer dan ik dan wat dat precies betekent. Hij heeft een hele mooie smaak, hij is mooi in balans. Hij is misschien nog een paar puntjes die wij zouden kunnen adviseren om er gewoon echt helemaal een volle 10 van te maken. Maar hij is echt met een hele hoge 9 is dit product, heeft het gewonnen. Gefeliciteerd. Ja, en dan krijg je. Ja, dan krijg je een weekend weg voor 2 personen. Naar een Europese hoofdstad, waarvan ik voor jou hoop dat het niet Kiev is, maar misschien is het prachtig. maar geniet ervan. Ja, dik verdien. Super, dankjewel.